66 kwam de kerk er terug. Drie broeders en Michel in Normandië. In 1966 kwam de kerk er terug. Drie broeders en twee zusters. Ze begonnen weer in de abdij hier een nieuw leven. En wat houdt dat nieuwe leven in? Dat er 20.000 toeristen per dag hier op de Mont Saint-Michel aankomen. En wat is nou het aardige? De kerk, de mensen die hier in dat klooster zitten, het Benedictijnerklooster, heeft gezegd, ach, het is eigenlijk een aanval op Saint-Michel dat de Tour de France vandaag pleegt. Maar er zullen ook wel goede christenen bij de renners zijn, dus laat ze maar komen. Vandaar dat we eindigen hier op die toch wel beroemde Mont Saint-Michel vandaag. Op een klein kluchtje proberen wat renners weg te komen. En het zijn er 1, 2, 3, 4. Dit zijn wel de geëigende momenten om weg te gaan. Dan kraakt het even in het peloton. Ander versnellingje kiezen. En als je dan kracht genoeg hebt, dan kan je weg proberen te komen. En we hebben hier te maken met Lielholt. De heren van Post overleggen nu wat ze gaan doen. Dulens, Piper, Sergeant en de koploper. En de volgende die eruit gaat. En het is vervolgens Pulido. Wat gaat die proberen? Die moet toch gewoon lekker wachten tot er bergen zijn. Dan krijg je zo'n klein manneke. Die over het algemeen op 1500 meter fietst. Die gaat in Normandië proberen door de wind heen te tollen. Een Zwitser die er achteraan rijdt. Koert Steinman. Die komt bij de Colombiaan. Dus we hebben nu een Deen voorop en dan een Colombiaan en een Zwitser. Ja, ja. Post vindt het nu voldoende, denk ik. En nu zal er vaart gemaakt gaan worden, want... Ja, Ludwig van Poppel. En misschien heeft zo'n Steinman wel gedacht, ja, er gebeurt toch niks, laat ik het maar eens proberen. Dat is de enige kans voor zo'n man. We zoeken naar de twee. Ja, het gaatje is groter geworden, hoor. Ja. En er wordt maar gejaagd door de groep van Post. Ja. En door de groep van Bunyom, zoals gezegd. En nu vindt de Colombiaan het wel goed, zo te zien. Het bobijntje is op, zoals de Vlamingen zeggen. En Koert Steinman gaat verder. Hier komt de posttrein. En dan zal hij zo direct benen moeten maken om dat bij te houden. Want dat golft nu over hem heen. We krijgen twee mannen aan de leiding, een Deen en een Zwitser. Bien, dus het Trouvé ensemble op zo'n 16 kilometer voor de finish. Maar het peloton is heel dichtbij. En dat weten ze nu ook. Nou, daar zijn ze al. Voor al die moeite. Ja, publiciteit gemaakt, want daar gaat het in het profielrennen ook om. Nulens, Suzanne, Van Lanker, Pijper. Groene trui, iets te ver naar achter, naar mijn mening. En het peloton breekt. Het peloton breekt zeker. En dat is net door die bocht gekomen. Ik denk dat daar weer een valpartij plaatsvond. Want daar zijn ze nu serieus in de achtervolging aan het rijden. En dat zijn de ploeggenoten van Delgado die daar de slag hebben gemist. Dus Perico zou daar wel eens bij kunnen zijn. Daar de Mont Michel in al zijn pracht. Duizend jaar oud. Daar komt een zootje aan met 65 in het uur.
Nou, dit heet dus een massasprint te zijn in de Ronde van Frankrijk. En Ludwig komt al van heel ver op kop te zitten, zeg. Goedemorgen, dokter. Nee, dan met het wiel. Hij komt al van heel ver op kop te zitten. Dat is, nee, dat houdt hij natuurlijk van zijn levensdagen niet. Dat kan toch niet waar zijn? Dan rijden ze de hele dag reizen voor Ludwig. En dan komt hij op 600 meter op kop te zitten, Jean. Ja, onervarenheid. Hij komt weer terug, hoor. Hij komt nog terug. In het midden. Dat is hij. Ja, maar de etappe wordt wel gewonnen. Hey, door een Belg, door Johan Museeuw. Jazeker. Ik denk dat Museeuw wint. Absoluut zeker weten. Ja? 37 kilometer 644. Hij won ook al een massasprint in de vijfdaagse van Duinkerke. Het is een machtsprint. En hier op 20 seconden de rest van de groep met Marie, met Erik Breukink, met Solleveld, met Rué, Bartel, Blankaert, Blankaert, Ekimov. En dan op 30 seconden, want er zat een breuk in, nog een groep waarin ik geen opvallende figuren zie. Er is nog meer. Hier is Vignon. Hier is winnen. Maar het feit is natuurlijk dat hier in het midden van uw beeld Johan Museeuw, de Belg, de sprint wint. Omdat de tactiek van de ploegpost van geen kant deugde. Veel te vroeg kwam die arme Ludwig aan de leiding. En wat moest hij toen nog doen? Niets kon hij doen. En hier ziet u de uitslag van de etappe. Ludwig inderdaad op een derde plaats. En die zal zo ongeveer rond deze tijd, etenstijd, wel toegesproken worden door zijn ploegleider Peter Post. De Belg Museeuw dus gewonnen deze vierde etappe. Gevolgd door Bontempi, de sprinter. Ludwig dus derde. Finney uit Amerika vierde. Buffy, sprinter ook vooraan, vijfde. Capriot, Kelly van Poppel en De Wilde. Hoop sprinters. Nijdam, onze landgenoot, 11e, zelfde tijd. U zag ze allemaal tegelijk zo ongeveer over de finish komen. 81ste plaats Delgado, dat betekent dat hij 21 seconden verloren heeft. Hetzelfde geldt voor Breukink, Frans Maassen, heel jammer. En Bugno, Vignon dan op 140ste plaats, 44 seconden verloren. En Miller, dezelfde tijd. Het algemeen klassement. Bouwen nog steeds op kop. Gevolgd op 30 seconden door de Fransman Pansek. Maassen, jammer dat hij dus laat finishte vandaag. Het was een vlakke etappe, dus er was hoop voor hem geweest op 33 seconden. Ciappucci uit Italië op 1 minuut 1. En kijkt u het eigenlijk verder zelf maar eventjes door. Rooks op een zevende plaats. Op 10 minuten afstand van Steve Bouwen, de eerste. Maar goed, de bergen komen er uiteraard nog aan.